Mijn vader heeft me nooit onder druk gezet. Mijn vader heeft me wel altijd gezegd: van, Je hebt de kwaliteiten, maar je moet het nog altijd doen. Dus, yes. ja, ja, die maakt haalt mij of zo. Consistentie is het allerbelangrijkste. Ja, je moet gewoon je acties doen. Charles van Outen. We ken je al een hele tijd, sinds ons 14 jaar kennen we elkaar. Voor de luisteraars en voor de kijkers, Charles van Outen is profvoetballer op dit moment bij Union. vind ik fantastisch, hè? want we hebben een hele piste achter ons, we hebben al een hele route samen bewandeld en ik ben heel blij en vereerd dat je op deze podcast bent. Dus Charles, welkom. Dank u, dank u wel voor de uitnodiging, Armani. Ook aan het team, dank u. Kijk ernaar uit. Ja, ik zei het daarnet al, we kennen elkaar sinds ons 14 jaar. Nu, de luisteraars en de kijkers, die weten totaal niet hoe dat wij elkaar leren kennen en die zijn totaal van niets op de hoogte. Dus vertel, hoe hebben we elkaar leren kennen? We begonnen eigenlijk bij Cercle Brugge. Ik werd getransfereerd op 14-jarige leeftijd van Wielzbeken naar Cercle. En daar kwam ik iemand tegen met de naam Armani. Toevallig zaten we ook samen op school. Samen op internaat en we hadden heel veel gemeenschappelijke zaken. Dus ja, de, de band werd alleen maar groter, alleen maar sterker. En ja, sindsdien is dat een van mijn dichte vrienden geworden. Hij zei van Wheelsbeke naar Circle Brugge gaan. We toch wel een grote transfer, als je het vergelijkt eh, qua niveau. Hoe was die overgang? Je bent dan op een gegeven moment bij Circle Brugge beland. Hè, van een totaal ander niveau kwam je. En toch al op een gegeven moment competitieve omgeving. Hè, allemaal spelers die prof willen worden. Hoe was dat? Eerst en vooral confronterend. Omdat je eigenlijk van een klimaat gaat waar iedereen het iedereen hunt. naar een klimaat waar je ja, het iemand anders niet meer echt hunt. Niet echt van mijn kant, maar je merkte dat wel van andere spelers van leeftijdsgenoten. Van je peers uh, merkte je dat wel. Dus dat was uh, even ja, een, 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 een confronterend feit, maar dat heeft me wel uh, mentaal heel, heel sterk gemaakt. En dat heeft me wel op korte termijn doen inzien dat het niet meer uh, voor te lachen was. Hm. En dan, wat merkte je dat bijvoorbeeld? Dat je dan op een gegeven moment in een omgeving komt die het precies niet echt meer hunt? Het uh, goede werd niet meer onderstrepen als goed, en kon het beste. Telde eigenlijk. Enkel het beste werd te zien als um, dat is eigenlijk voldoende. Um, en ook gewoon het feit dat iedereen was, uh, ja, streefde eigenlijk naar het beste en, en het, het hoogst haalbare, waardoor dat iedereen ja, niet echt, uh, als er iemand anders iets goed deed, werd dat niet echt onderstreept. Um, als er iemand anders iets goed deed, werd dat ook niet onderstreept. Iedereen dacht vooral aan zichzelf. Dat collectieve viel een beetje weg omdat iedereen een doel had voor ogen. Dus uh, daaraan merkte je dat wel. En hoe ging je daarmee om? In het begin was dat heel moeilijk voor mij. Omdat ik denk dat ik daar niet klaar voor was op dat moment. Uh, mentaal. Ik was heel laat matuur, ook mentaal. Um, fysiek ook. En ik denk dat ik daar wel heb ingezien dat ik uh, een bepaalde stap moest maken. Um, ik denk dat ik dat, dat daar wel heb gedaan aan een bepaalde tijd. Maar uh, ja, dit heeft toch wel uh, mentaal een, een impact gehad. Mm -hmm. en, en die stap maken, wat, wat bedoel je daarmee? De stap van vooral het, het, uh, ja, in, in de comfortzone zat ik eigenlijk, bij mijn, bij mijn familie, bij mijn vrienden, naar een, een stap waar ik geen vrienden had, waar ik op internaat zat, dus helemaal alleen. Dat was een stap eigenlijk die mij uh, heeft doen, ja, doen wakker schudden en die mij heeft laten inzien dat ik. Uh, Eigenlijk het heel goed had, maar dat ik dat ik het heel goed had, niet meer echt kon groeien. En door die stap te zetten, heb ik wel heel veel stappen, nieuwe stappen gezet en heb ik heel veel groeimarge gehad. Ja, uiteindelijk, als je het zo bekijkt, je komt van Wilsbeke, dat is comfort en je voetbalploeg daar, je familie, dat is comfort. Dan ga je naar een internaat, discomfort. Cirkelbruggen, ook discomfort. Van mensen hè, op school, je kende daar ook iedereen. En je bent van Kortrijk zelf, je kent daar heel veel mensen. Op een gegeven moment ga je naar Bruggen. Hè, dus daar moet je allemaal nieuwe mensen leren kennen. Dus het is dus echt wel een serieuze stap om van die comfort te gaan, van alles, woonplaats, voetbalploeg, naar een totaal andere wereld. Hè. Um, nu, dat internaat zelf... Je kwam van een college, ik val dat nu even in voor de kijkers en de luisteraars. Ik weet dat je van een college kwam en dan op een gegeven moment internaat. Vanwaar die keuze? Eigenlijk heel simpel. De, de route of de, de weg naar huis was niet meer mogelijk. Ik woonde in Kortrijk en we trainen met, met de cirkel laat. Dus het was gewoon niet meer mogelijk. De reden geen trainen meer. Mijn vader had ook heel veel werk. Mm, dus ja, die kon je ook niet komen halen voor de, de kijkers. Mijn ouders waren scheiden, dus uh, ik woonde bij mijn vader. Um, dus daarom de eerste stap al. En ten tweede, ik denk ook wel dat het uh, voor mij goed was. Dat ik misschien die stap uh, heb gezet. Of dat mijn vader mij die stap heeft laten zetten. En misschien denk ik wel dat er aan zijn kant meer in zat. Hm. En, en dus je voelde wel een soort van misschien gezonde druk van je pa van je moet dat wel gaan doen. Niet per se. Mijn vader heeft me nooit onder druk gezet. Mijn vader heeft me wel altijd gezegd van je hebt de kwaliteiten, maar jij moet nog altijd doen. Hij uh, heeft me altijd geholpen. En ik weet ook wel dat ik op een bepaald moment heb uh, gebeld uh, van op het internaat dat ik daar weg al wenend. Um, maar dat mijn vader zei van uh, nee. Hij uh, had daar nu blijven en hij uh, moet nu niet meer bellen naar mee. Bam. Dat was direct eye-opener en dat heeft me dan ook opnieuw uh, een, een ja, opnieuw land inzien, uh, opnieuw een nieuwe kleine stappen gezet. opnieuw progressie op mentaal vlak. En ja, daardoor eigenlijk heb ik wel op een gegeven moment een klik gemaakt en zegt van het is hier dat het moet gebeuren, uh, ik ga er het beste van maken. En, Ga doen. Hm. Dus je paas dat je je niet uit onderdrukt. Het was eerder een soort van framework dat je uiteenzette. Je gaf wel een bepaalde richting. En dat was het dan uiteindelijk. Je ja. respecteerde die richting, je was erin mee, je snapt het. En dan van daaruit pakte je door. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Nu, je vertaalt je ervaring over het internaat, hè, waarbij dat je dan belde naar je pa. Hè, van Kijk, ik wil hier weg. Je pa mm -hmm. zei nee. Dat hoor je wel vaker eigenlijk hè, van mensen op internaat. Ik bedoel, ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Het eerste middelbaar ga ik op internaat. Exact hetzelfde internaat waar jij gezeten hebt. En dat was ook het liefste, wat ik wilde hebben in het begin. Ja. Weer naar huis. En weer naar huis. En weer naar huis. Nu, mijn ma heeft ongeveer dezelfde woorden verteld als jouw pa. Je gaat dat niet gaan doen. Blijf blijft nu zitten. Maar heb je er ooit al bij stilgestaan? Stel dat je pa die woorden niet vertelde had en dat hij zei van... Charles, weet je wat? Kom maar weer naar huis. Hoe zou je leven er dan uit gezien hebben volgens jou? Heel anders dan nu. Ik ben daar rotsvast van overtuigd dat... Dat ook een, een bepaalde fase in mijn leven geweest is, dat heel erg belangrijk is geweest. Um, dat eigenlijk, mijn vader heeft mij eigenlijk daar de feedback gegeven, mij, mij met de neus op de fijne gedrukt: van... door punt A te doen, kan je potentieel punt B bereiken. Dus hij heeft gezorgd voor punt A, heeft mij daar blijven en steun, heeft me daar gelaten, eigenlijk, laten zitten. Maar daardoor is wel nu het, de toekomst van mijn, van mijn leven eigenlijk daaruit gekomen. Hoe belangrijk is dat internaat geweest voor jou? Tot welk persoon heeft het internaat jou gebouwd? Eerst en vooral mentaal. Je wordt veel sterker. Je wordt veel ja, autonomer. Je leert veel meer zaken zelf aan. Wat je normaal pas op een latere leeftijd aanleert of, of begrijpt, leer je vroeger of begreep je vroeger. Maar ook uh, ja, fysisch. Um, je, 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 begint, ja, je hebt tijd. Um, je, je bespaart de tijd dat je eigenlijk naar huis gaat of dat je eigenlijk thuis dingen zit te doen. Dus dan ben je ook ja, wat dan je, aan je lichaam te werken. Um, dus eigenlijk door die combinatie, door, door al die zaken, um, is dat eigenlijk wel een, een heel positief verhaal geweest. Um, na een tijd ook leer je dan. Je andere mensen kennen, um, je leert je ja, leeftijdsnoten, um, je leert van oudere leeftijdsnoten, je leert dat weer van jongere leeftijdsnoten. Dus ja, het is uh, heel, als je het allemaal bekijkt, dan was het voor mij een, een super positief verhaal wel. En heb je daar een paar concrete voorbeelden van, van hetgeen wat je vertelt? Ja, je leert dingen sneller dan de meeste mensen eigenlijk doen. Dat kan eigenlijk al heel basic zijn. Je leert eigenlijk zelf uh, um, ja, je, je planning maken. Want uh, hebt een, een, een hele week heb je bepaalde, zing, uh, bepaalde zaken nodig. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, qua voeding. Uh, mm. Ik denk dat, dat je dat wel kan beamen: dat uh, de voeding niet echt uh, optimaal was uh, op het internaat. Dus uh, je leert al snel van hoe belangrijk dat voeding is voor je lichaam. Hoe dat je kan helpen, maar ook ja, uh, hoe ga je aan die voeding geraken. Ja, dat was. Hoe uh, ja, was... moeten we stelen? Met andere woorden. <laughs> Oké, okay, ik kan het niet zo uittrekken, maar dat was wel, <laughs> misschien op dat moment was dat wel uh, een beetje. Ja, het, uh, ja, hoe, hoe gaan we hier aan voeding geraten? Um, ja, um, ook de was. Ja, er moest was gedaan worden. Um, onze vuile was moest opgehangen worden. We maar van, van het voetbal hadden we maar zoveel. Um, trainingsexemplaren of trainingsetjes. Dus dat moesten we dan drogen. Uh, dat zijn allemaal zagen. Als je dat doet op je, op je 14 alleen, ja, dan is dat wel uh, al een, een gewin voor naar de toekomst toe. Ja, heel veel discipline komt er uiteindelijk bij kijken. Dat ja. klopt. Je moet uiteindelijk uh, ja, echt wel gaan rekening houden met allerlei zaken. Uh, je ma of je pa gaat er niet gaan zeggen: van maak je huiswerk. Brul, hij doet het zelf of hij doet het niet. Je Voetbalschoen kuisen, dan ga je niet gaan doen, dat doe je zelf. Kleren gaan ophangen, dat doe je zelf. Um, dus heel veel discipline komt eraan bij kijken. En het um, spreekt over planning. Hè. Als je daar nu naartoe kijkt, hè, dat eten. Nu goed, we moesten eten gaan hebben, want we trainen hard, we trainen meerdere keren per dag. Um, ik herinner me nog een bepaald moment waarbij dat je zoiets had van: ja, we moeten ons goed voedsel binnen hebben. En we moeten hier echt wel op voorhand voor heel de reeks aan dat eten kunnen of we hebben niets meer over. Het was vaak in de avond ook dat we dat speekeloos enzovoort gingen gaan zoeken voor op onze boterham enzo. Dus het heeft u wel op een of andere manier toch wel echt die, die streitles gegeven. En dat zie ik op dit moment nog altijd terug ook in je voetbal. Is dat ook zoiets wat je tot op de dag van vandaag meedraagt? Zo die streitles zelf? Ik zie het persoonlijk terug in je voetbal, maar ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ja, zeker en vast. Ik ben altijd iemand geweest die heel moeilijk of zelf niet tegen mijn verlies kon. Of kan. En die strijd is daar wel een, een, een aspect van. En ik, dat, ik denk dat daar ook mijn, mijn, mijn carrière een beetje uitgekomen is. Um, dat begon ik heel vroeg als, uh, vijf, als vijfjarige dat als ik verloor begon ik te wenen of kreeg ik een, een crisis. Um, maar dat is dan geëvolueerd. En, en, verliezen is hatelijk. en ja bij de jeugd van cirkel hebben we jaren gehad waar we veel verloren maar we hebben ook jaren gehad dat we dan heel veel wonen dus ja leert er wel mee omgaan maar het gaat nooit winnen. Er was een bepaalde periode bij cirkel waarbij dat sommige mensen vonden misschien is die te klein. Hoe ging je daarmee om? Want dat was een tijd waarbij dat er echt wel wat twijfel was. blijft die, bleef die niet? Nu, ik zag je kwaliteiten, maar blijkbaar niet iedereen van boven zag dat. Maar hoe keek je daar zelf naar? Het, hoe ging je daarmee om? Toen stond ik daar niet echt, niet echt bij stil. Maar ik merkte wel dat ik op bepaalde aspecten tekort kwam. Mm. Sowieso is het al heel confronterend als je al je ploegmaat ziet die twee, drie, vier. Hoofden, koppen groter zijn dan u, maar ik had wel altijd bepaalde mensen die mij bleven steunen, waaronder Armani, waaronder uw pa, bijvoorbeeld, mijn vader. Dat was een heel select groepje, dat waren niet echt veel, veel mensen, maar die mensen hadden wel een bepaalde kennis van, van, van het vak, maar ook van het leven, waardoor je wel daar dingen uit meenam en waardoor je er ook weer bovenop geraakte, om, ja, om het zo te zeggen. Nu dus, je hebt gesprekken met die mensen, hè, dat selectgroepje dat, eh, dat je het nu net over hebt. Maar had je zoiets van, die motherfuckers, die vinden dat ik hier te klein ben, ik snap ook wel dat ik wat tekort kom, heeft dat net voor een grotere drive gezorgd om toch te kunnen tonen, ook aan die mensen, dat zoiets van, van misschien zit het er toch niet in bij Charles, om dat te tonen en van, kijk, het gaat me wel gaan lukken. Hoe belangrijk was dat voor jou? Of speelde dat überhaupt mee? Dat, was een, dat is altijd een van mijn grootste drijfveren geweest. De, degene die niet aan mij geloven, moet ik eigenlijk vandaag de dag bedanken, omdat zij er echt ook aan voor gezorgd waar ik vandaag de dag sta. Mijn vader reed ook altijd tegen mij, van nu, die die niet aan je geloven, moet je het tegendeel bewijzen op lange termijn. Dat was ook al toen ik tien. Ja, tien jaar was, ben ik weggestuurd geweest bij Zulte Dat was ook al een, een klap die ik kreeg. Mijn vader zei toen al, en ik ga dat nooit vergeten, je kunt het tegendeel bewijzen aan die mensen die nu me weggestuurd. Dus dat is zeker een van de drijfveren, zo niet de grootste, om er toch wel ja, alles aan te doen om, om mijn droom na te streven. Wat zijn je dromen? Mijn dromen... Dus mijn dromen worden eigenlijk altijd uh, ja, verlegd. Um, mijn ambities worden altijd groter. Had je mij vroeger gezegd van had 100 wedstrijden spelen en eerste klasse ik ging tekenen. Um, had je mij vroeger gezegd van uh, had meespelen voor het kampioenschap in België, ik had u zot verklaard. Maar um, nu ja, heb ik uh, vorig jaar uh, de beker gewonnen. Ik wil graag nog een keer kampioen spelen ook in België. Ik heb ook een proeven van Europees voetbal, wat mij heel erg uh, beviel. Ik hoop dat ik ooit nog kan proeven van uh, Champions League. Ik heb nu al Europa League, Conference League gespeeld. En ik zou graag nog een keer uh, uh, een van de top vijf competities uh, gaan bewonderen. Of liefst erin spelen in het buitenland. Maar uh, goed, dat zijn uh, nieuwe ambities. Dus uh, het is nu aan mij om daar weer volop, volop voor te werken en, en er volledig voor te gaan. Toen je jonger was, hè, dat moment waarbij hij zag van jezelf, misschien kom ik toch wel nog wat dingen tekort. Heb je nu nog wat dingen tekort volgens jou om mee te draaien in een van die vijf topcompetities? Ja, zeker en vast. Maar ik ben wel heel. Ik ben intelligenter geworden op het feit van er zijn heel veel zaken dat je kan verbergen met je kwaliteiten. En ik vind dat dat. Iets te weinig onder, onderstreept werd in het jeugdvoetbal. Er wordt, of er werd altijd veel gehamer bij ons: van ja, dat kan je nog niet. Dat is ook nog niet voldoende. Dat is zeer matig. Maar ze legden heel weinig de nadruk van daar ben je echt sterk in, of dat is een kwaliteit van u. Of daar kan je het verschil mee maken. Dat werd minder gedaan. Maar op een gegeven moment heb ik die klik gemaakt en heb ik gezegd van dat kan ik goed, wat kan ik daarmee doen? Of dat is mijn karakter. Of wat kan ik nog doen om dan nog meer tot uiting te laten komen. Dus nu zeg ik misschien ja, maar aan de andere kant denk ik ook wel van het is mogelijk. Het is gewoon te zien hoe je het aanpakt. Hoe zou je het aanpakken? Ik zou eerst en vooral kijken naar wat er speelt van systeem. Wat is mijn rol? Wat verwacht de trainer van mij? Wat kan ik toevoegen aan het team? Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat het team beter gaat spelen? Hoe Kan ik ervoor zorgen dat de spelers rond mij beter gaan spelen? Dat soort zaken zijn heel belangrijk om jezelf, uh, om jezelf eigenlijk te stellen. En, en ook de vraag van waarom zou een trainer voor u kiezen en niet voor iemand anders, dat is een heel belangrijke vraag. En dat stel ik mij nu wel, wat ik vroeger niet deed. En dat heeft mij ook wel verder geholpen. Is dat iets wat je vanuit onstrijkt en hebt meegenomen? Jezelf verplaatsen in een andere persoon? Gaat die coach, hoe moet hij hem nu denken? Wat denkt hij over mij? Waarom zou hij voor mij kiezen in de plaats van een ander? Ja, toch wel. Ben, eh, eerst en vooral doe je dat eigenlijk eh, voor jezelf. Dus eh, van punt A, hoe zie je jezelf? En punt B. Um, maar dan ga je ook direct gaan reflecteren van... Hoe wil je dat iemand anders je ziet? Of hoe wil je dat die persoon je op het veld ziet? Dus dat heb ik wel meegenomen, uh, uiteraard. natuurlijk nog meer zaken ja, dat, ik, dat ik heb meegenomen. Maar dat is één aspect dat ik wel uh, hoog draag en dat ik wel belangrijk vind. Stel dat je later een zoon hebt. Ik weet dat je er later ook meerdere <laughs> wil. Hè. Maar laten we zeggen, je hebt er één. Zou je meer gaan hameren op mentale gedeelte... Dan dat er bij jou gebeurd is van trainers, misschien van bepaalde coaches. Want toen wij aan het voetballen waren, goed, we hadden we wel een paar coaches. De ene net wat beter dan de andere. Ik denk nu spontaan aan Steen Klaes. Die had het daar af en toe aan een keer over, ook over het mentale. Dus de ene deed dat meer dan de andere. Maar in het algemeen werd dat vrij weinig gedaan op jonge leeftijd. Is dat iets waar je zelf verantwoordelijkheid over gaat nemen? Als je je zoon hebt en die heeft iets van: kijk, ik wil ook voetballer worden. Zeker en vast. Ik denk dat de studies dat ook bewijzen. Maar ook mm, Gewoon ja, dat er heel veel voetballers op de dag van vandaag ja, ook, ook mentaal moeilijkheden hebben. Maar uh, ik denk dat dat ook in je voordeel kan spelen. Als je zelf sterker bent mentaal, dan kun je zelf um, een, een paar procentjes gaan winnen. Um, waardoor dat je ja, juist beter gaat worden. Of, of waardoor hij anders ga gaat denken. Um, en ja, mijn zoon had zeker, zeker en vast had hij heel veel uh, moeten werken op dat mentale. Omdat ik denk dat mentale, zeker in de, in de voetbalwereld, heel erg uh, onderschat wordt. Um, voor mij start het altijd bij uh, plezier, maar dat plezier komt ook van het mentale. Hoe voelt de speler zich? Hoe voelt iemand zich in zijn vel? Kan hij wel plezier beleven als hij voetbalt? Dus ik denk dat, dat, er, allee, dat we die vraag moeten stellen. En, en dat er ja, zeker en vast veel meer naar uh, het mentale moet gekeken worden. En dat ik dat ook ga doen naar mijn hopelijk toekomstige zoon. Ik denk dat sommige mensen zoiets zouden hebben: van ja, goed. Eh, voetballen, hoe dat je er ook bij voelt, je moet gewoon doen wat je moet doen. Haat dat veld op, trap een bal en zorg ervoor eh, dat het werkt. Maar hoe belangrijk vinden hij dat? Dat je je goed voelt en je vel. Merk je daar een verschil op? Heb je je net wat beter voelt, precies. Heeft dat een link met betere resultaten volgens jou? Een wereld van verschil. Als je je goed voelt en je niet goed voelt, dan reflecteert dat direct op je, uh, op je prestaties. En ik spreek nu voor mezelf, maar ik denk dat ik voor 90 of 95 procent van de professionele voetballers spreek. Zo niet de, de professionele zakenmensen. Ik ken heel weinig personen die de, de die knop kunnen omdraaien van het, het zakelijke en, en privé of het, of het zakelijke en het mentale. Um, ik denk wanneer dat je goed voelt en je vel, dan gaat dat zich uitstralen naar de, naar de andere, andere bezigheden in je leven. Is dat je zakenleven? Is dat je relatie? Is dat je um, sportleven? Um, voor mij is dat het allerbelangrijkste. Als je nu kijkt naar het laatste gedeelte van jullie seizoen, hè, van Union zelf, want je hebt wel degelijk de beker erop, je hebt in het algemeen echt wel een goed seizoen erop zitten. Nu, op het einde was de flow eruit. Hè, de winning streak was eruit. Hoe voelde je, je die periode? Had je die periode last van, misschien voel je je net iets minder lekker. Ik ga ervan uit dat je toch ook door had van ja, we zijn uit de flow. Hoe, hoe was die periode? Lastig. Omdat je het hele seizoen verlies je twee keer in de Belgische competitie. En dan de start van de play-offs, wat dat eigenlijk op dat moment of eigenlijk over heel het seizoen het allerbelangrijkste um, gegeven is. Dan verlies je de eerste vier wedstrijden. Dus um, dat was voor mij ook nieuw. Bignon. Dus dan is het gewoon een feit van, van snel die, die knop proberen omdraaien, maar dat is moeilijker dan uh, dat gedacht. Um, hoe heb ik daarmee omgegaan? Um, bij mezelf in, allee, ik heb mezelf wat in mijn, bij me mijn thuis en mijn kokon geplaatst. Dus uh, minder naar buiten komen, meer uh, tijd voor mezelf. En dan is het ook belangrijk om. om te, voetbal is nog altijd een teamsport. Hoe voelen de, de andere spelers in, in, in het team zich? En wat kan jij doen om die andere spelers te, te gaan helpen? Die vraag heb ik mij ook gesteld. En ik heb geprobeerd om, om terug die flow aan te wakkeren. En ik denk als je dan kijkt naar onze laatste zes, um, um, inclusief de beker, zeven wedstrijden, hebben we niet meer verloren. Dus ik denk dat we toch wel kunnen zeggen dat we die. Dat we die flow terug hebben uh, gevonden. Maar uh, jammer genoeg uh, uh, zat Club Brugge, die kampioen is geworden, in een, uh, een betere flow dan ons op dat moment. En oh. hij die spreekt over je kokon en over thuis. Is dat dan in Borsbeek, is dat dan in Kortrijk, waar is dat dan? Mijn eigen kokon is nog altijd in, in Kortrijk, waar mijn uh, familie is. Maar uh, ik voel me ook uh, wel goed in, in Borsbeek, waar ik soms uh, logeer, omdat ik daar helemaal alleen ben. Uh, daar kan ik echt op mezelf zijn. En, en ik vind het ook belangrijk dat je uh, je goed kan voelen als je alleen bent. Want als je je goed voelt als je alleen bent, dan kun je je ook goed voelen in een uh, groep. En als je alleen bent, ja, dan uh, heb je natuurlijk veel meer tijd om, om na te denken over bepaalde zaken. kun je bepaalde zaken misschien wat makkelijker op een rijtje zetten. heb je veel minder afleiding, um, heb je ook veel minder die drang om die afleiding te gaan opzoeken. Dus uh, ik denk dat uh, de ene plaats heeft zijn voordeel en de andere plaats heeft uh, ook zijn voordeel. Wat zijn dan afleidingen voor jou? Afleidingen kunnen heel dichtbij zijn. Ik denk dat uh, vrienden. Uh, familie. Uh, op dat moment uh, kun je bijvoorbeeld, als, je, ja, als het niet goed gaat, dan kan je eigenlijk naar een vriend gaan, waardoor, dat hij, waardoor, je, waardoor dat je je smaten eigenlijk uh, terug goed gaat voelen. Maar als je dan uh, terug alleen bent, dan denk je weer eigenlijk aan, aan ja, uh, wat er niet goed is. Dus. Uh, dat kan een afleiding zijn, tv kan ook een afleiding zijn, uh, ff, uh, series bekijken, dat is allemaal afleiding. Dan kunnen we zorgen dat je, niet eigenlijk, dat je niet denkt aan de kern of dat het er uh, niet goed gaat. Hoeveel impact heeft het op jou? Stel een matches minder van jou individueel. Hoeveel speelt dat mee? Vroeger meer dan nu. Um, maar dat speelt wel nog altijd mee. Natuurlijk omdat ik uh, ja, ambitieus ben. En ten tweede, ik heb een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel naar uh, de groep toe, naar de staf toe, naar uh, de club toe. Dus uh, als ik niet kan, kan brengen wat ik eigenlijk wil, of wat, dat, wat eigenlijk verwacht wordt van mij, dan ben ik, uh, ja, ik teleurgesteld in mezelf. Oké. Okay. Nou, wat vertaalt zich dat? Ja, mijn, uh, mijn vriendin ik kan dat zeker beamen. Dat is uh, een beetje uh, wat uh, grumpy rondloopt eigenlijk. Uh, Nukkig. Uh, ja, had minder die conversatie gaan opzoeken. Uh, zo die zaken. Maar uh, ik, zei, ik zei het ook daarnet. Nu is het al beter dan vroeger. Leert ook relativeren. En voor seizoen had ik het geluk en ook de kans om heel veel wedstrijden te spelen. Op uh, een heel korte periode. Dus uh, daarna heb je echt heel weinig tijd om, om stil te staan bij een, een mindere prestatie. Dus moet je gewoon heel snel die knop omdraaien omdat die volgende wedstrijd is daar gewoon super snel is. En hoe langer dat je daarmee in zit, hoe vast dat is voor je slaap, bijvoorbeeld. Je um, gaat ook minder honger hebben. Dus dat zijn allemaal zaken die, die, die gaan meespelen. Dus dan besef je wel het belang ervan in. En besef je ook wel van knop opdraaien en, en we gaan hier uh, weer naar de volgende. Ik was daarnet nog benieuwd naar een, naar een specifieke vraag. We het er kort over gehad. Ik vroeg je op een gegeven moment... Zijn er misschien nog zaken dat je tekort komt... om naar die top 5 competities te gaan? Denk je dan dat dat een van die zaken is die je net benoemd? Misschien sneller die knop kunt maken? Ja, dat, dat kan zeker. Uh, dat is nu al... Vroeger nam ik dat zelf mee tijdens de wedstrijd. Als ik bijvoorbeeld een, een slechte pas gaf... Maar nu, is al, uh, nu is al, ben ik daar echt uh, heel erg verbeterd. Heb ik daar heel veel stappen in gemaakt. En ja, gaat, is dat is dan nu op automatisme. Maar ik uh, denk dat dat wel een van de zaken is dat ik nog kan verbeteren. Na een, uh, na een verloren match of na een mindere prestatie. Gewoon heel snel die knop omdraaien. En uh, terug focussen op wat dat volgt. Want wat gebeurd is kun je jammer genoeg niet meer veranderen. Dus uh, dan is het ook nutloos om daar nog energie in te steken. Ja, hij, hij verstevigt jezelf in je kokon. Daarnet zei je ook: dan denk ik nou over hoe dat ik mezelf eh, dat kan gaan versteven, terug in die flow te krijgen. Je denkt ook nou over je team, hoe dat je die weer naar boven kan gaan brengen. Maar zoek je buiten jezelf ook nog steun of misschien advies of misschien nog coaching ergens anders daarop? Ja, ik heb een uh, performance coach. Dus. Uh... Daarmee proberen we wel bepaalde zaken. Uh, koud, uh, koude, warmte, prikkeling. Uh, ademhalingsoefeningen. Uh, die zaken. Ook uh, die... mijn coach laat me heel veel, uh, hij heeft me heel veel literatuur. Laat me uh, heel veel boeken lezen. Uh, hoe dat ik bijvoorbeeld moet omgaan met. Uh, um, in het begin had ik, heel, had ik het heel moeilijk. Of, of kon ik er niet goed mee om dat er mensen mee. Uh, Herkennen bijvoorbeeld, um, niet dat ik uh, Queen Bee ben of zo, maar uh, soms gebeurde dat. Ik kon daar niet zo goed mee om, dus dan, dan heeft hij mij uh, literatuur gegeven. Um, en zo word je weer, uh, groei je weer als persoon en uh, leer je daarmee omgaan. En, en nu ben ik op een, op een bepaald niveau gekomen waarbij dat, uh, ja, de kleine procentjes, de, de, mar, de marginal gains, ja, zo belangrijk zijn dat alles gewin is. Okay. En die performance coach zei daar ook op een gegeven moment over ademhaling. Hè. Waarvoor of waarom geeft hij die oefeningen? Is dat dan om bepaalde stressniveaus naar beneden te krijgen of waarvoor die oefeningen? Ja, één voor uh, stressniveaus. Uh, twee, fysisch heeft dat ook uh, zijn voordeel. Uh, blijkbaar zou dat de longcapaciteit nog gaan verhogen. Maar, uh, Natuurlijk, je ademhaling uh, aan heel wat zaken linken. Uh, bijvoorbeeld, uh, ademhaling is ook de kern van uh, meditatie. Bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ademhaling, zoals, uh, zoals dat je al aangaf, zorgt voor verlaging van de stressniveaus. Dus uh, ja, ik denk dat je daar uh, heel veel zaken mee kunt doen. En dat dat iets uh, eigen is, dat we al heel ons leven hebben. Maar uh, dat we eigenlijk niet zoveel gebruiken. Of niet zo bij stilstaan om er echt mee aan de slag te gaan. Merk je er een verschil van op nu dat je dat doet tegenover vroeger? Ja, toch wel. Er zijn ook bepaalde fases waaruit kan doen. Um, wanneer je merkt van er komt hier, er komt hier wat, wat, uh, wat stress bij kijken, dan um, begin je die ademhaling vanzelf al toe te passen, uh, automatisch, omdat je er zoveel aandacht aan besteedt, dus uh, dat helpt je sowieso vooruit op, op belangrijke momenten. Dus deze is performance coach, die helpt je eigenlijk zowel op het fysieke als op het mentale. Daar klopt. komt eigenlijk op neer. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nu, hij sprak daarnet ook over mijn pa, jouw pa, ikzelf, wij waren een belangrijke persoon. Hè? Als geen over het voetbal, dan vooral in de jeugd. Maar wie zijn eigenlijk de belangrijkste personen voor jou geweest? Niet enkel in de jeugd van Cirkelbrugge, maar in het algemeen. Eerst en vooral denk ik aan Stijn Klaes. Een persoon die daar daarnet ook al aangaf. Die eigenlijk ja, heel vooruitstrevend is geweest. Ook met zijn mentale kwesties. Maar ook gewoon als persoon. Dat was een heel goed persoon en uh, die heeft altijd geloofd in, in, in ieder van ons, mag ik wel zeggen. Um, Preemverband. verband. Um, dat is uh, een, een oude trainer van mij die mij eigenlijk uh, een, een, ervoor gezorgd heeft dat ik twee keer dezelfde leeftijd kon gaan, uh, kon gaan, uh, in leeftijd kon gaan spelen. Dus dat is dan met dispensatie een uh, document dat je. Een leeftijdscategorie onder uw eigen leeftijd kon, uh, kon spelen, omdat ik zo een laadbloeier was. Cruciaal moment eigenlijk wel. Hè? Dat klopt een heel cruciaal moment. Uh, ik denk dat er wel nog personen waren die daarvoor gezorgd hebben. Maar ik denk dat, dat Prem toch wel een van de voortrekkers was. En dan uh, een trainer dat, dat we beide nog hadden, uh, Jimmy de Wulf. Uh, was denk ik een, uh, ook een, een schakelmoment in, uh, ja, in, in mijn carrière. Uh, ik denk dat, uh, dat hij er ook wel voor gezorgd heeft, dat ik uh, nu sta waar ik sta. Nu dat nadenken over je voetbalcarrière je spreekt ook over Jimmy DeWolf, Steen Klaas, Priebe Verband. Bij mij natuurlijk komen er ook heel veel herinneringen naar boven. Uh, ja, we hebben een heel groot deel van ons leven samen gevoetbald. Maar dan denk ik ook bijvoorbeeld, je opa, die was er rond iedere match. Mm -hmm. Iedere match. Ja. Hetzelfde met je pa. Hoe belangrijk was dat voor jou? Hoe waren die gesprekken? Want ja, die stond er wel iedere keer. Maar goed, ik was er achteraf niet altijd bij als jullie samen in de auto zaten, terug naar huis. Neem ons even mee. Mijn grootvader was uh, heel positief altijd, en die was altijd heel, uh, die zag altijd uh, de goede dingen. En de minder goede dingen die zag hij niet echt. Dat was voor je pa. Ja, dat was, uh, Dus die lag wel in balans met mijn vader, want mijn vader zag meestal. Uh, de minder goede dingen en de goede dingen, die, die, ja, die zag je wel, maar die, ja, die gaf hij niet aan. Dus, uh, ja, mijn vader was heel, heel kritisch. Uh, nu is dat beter, maar uh, hij is nog altijd kritisch. Maar ik denk dat dat ook wel me gevormd heeft Allee, tot, uh, tot mijn karakter. Dat dat mijn karakter gevormd heeft. En dat dat ook een van de uh, hulpmiddelen was om, om gewoon ja, uh, voetjes op de grond nuchter te blijven. En, en, om, ja, om de volgende stappen iedere keer opnieuw te zetten. Ja, hebt eigenlijk beide werelden gekend. En je pa, zeer kritisch, niet echt comfortabel in de zin van de dingen die hij zei. Dan ook internaat, dan ook dit, heel veel discomfort. En aan de andere kant heb je ook de wereld gekend van de zachtere aanpak, zoals je opa. Hè? Maar hoe belangrijk was de steun in het algemeen van je familie? Hij die gewoon wist. Waar ik ook match heb, die zijn er gewoon. Mm -hmm. Dat was heel, heel belangrijk. Ook gewoon, dat brengt bepaalde rust in je, in je, ja, in je hoofd. Dat zorgt ervoor dat je, dat je ook misschien wel nog dat, dat procentje meer gaat geven. Ik zeg nu dat ik minder ging presteren, moesten, moesten ze er niet zijn. Maar uh, toch ja, je wilt die, die mensen niet teruggeven. Um, ik weet nog in de jeugd gingen we dan, aan, gingen we dan uh, gaan spelen op Leuk dat was twee uh, uur en dertig minuten in de auto verloren die... we meestal met cirkel ja verloren we meestal maar goed we hebben ook lessen nu vergeten <laughs> ja, ja. maar je nog, ja voor een die... momentje tussen. de verzorger. Die sliding dat die hij maakt, op Ja, een hele mooie sliding. Eh, Voorzorg geblesseerd zijn e spieler. Oké, okay, maar vertel de, verder. Die is naar leuk. Voor die mensen was dat ook niet voor de hand liggend om zomaar die verplaatsing te maken. Dus ik denk dat je dat, je dat wel iets wil teruggeven als kleinzoon uh, of als zoon. Dus um, ja, dat, dat zorgde wel voor een uh, uh, motivatie. Ja. Oké, okay. alright. Nu... Um, Terug naar meditatie. Ik heb dat heel kort laten vallen ook. Zijn er bepaalde. Ik ga ze niet linken met elkaar, voor alle duidelijkheid. Maar toen je meditatie zei, dacht ik meteen aan. Ja, in het voetbal, vaak gebeuren er ook zo bepaalde rituelen. Misschien voor de match, misschien na de match. Zijn jij bijgelovig? Ja, ik ben wel bijgelovig. Niet in extreme vorm. Maar er zijn wel zaken dat ik. Uh, dat ik doe. Dat ik. Uh, in, in, ja, dat ik toch wel in acht neem om te doen. Uh, maar dat is heel klein en, en heel kort. Dus... Kun je dat beschrijven voor ons? Ja, dus, uh, ik, ben, ik heb op, uh, ik denk nu een, een drietal jaar geleden, uh, ben ik, uh, of nee, is, uh, twee jaar en een beetje, denk ik, uh, ben ik uh, een, een hele goede vriend verloren aan uh, een leukemie. Uh, Miguel van Damme, dat was uh, een, een voorbeeld. Uh, ik ken hem ook heel goed. Ja ik uh, denk dat dat een, een voorbeeld was voor, uh, voor de mensen die hem kenden en uh, ik geloof wel dat hij daar nu ergens van boven is, dus uh, ik houd dit voordat ik het val op kom, een beetje de, de kracht vragen van, uh, van Migi om uh, er een goede wedstrijd van te maken, uh, geen blessures en uh, liefst om te winnen, dus die zaten doe ik wel, uh, ik doe ook altijd mijn, mijn routine voor de wedstrijd. Uh, dat is altijd hetzelfde, een keer het veld gaan bekijken en je komt binnen. Dan doe ik mijn kleren aan. Dan doe ik mijn eigen activatie. Dan heb ik een bepaalde volgorde van oefeningen die ik eigenlijk al doe voor de opwarming. Om eigenlijk al klaar te zijn voor die opwarming. Altijd dezelfde wel? Ja, altijd dezelfde. Dus altijd dezelfde oefeningen, dat is ook een volgorde. Dat is vastgelegd geweest zoveel jaar geleden. Als je dan wat ervaring krijgt, eh, dan eh, kijk ik nog naar al de bepaalde zaken, eh, opstelling van de tegenstander, de de fases. Eh, als er een nieuwe speler is, dan bekijk ik nog eh, de videobeelden van die speler. Eh, als ik die niet ken, maar meestal ken ik ze allemaal. Eh, daarna, eh, drie minuutjes of vier minuutjes voordat ik buiten ga, dan eh, smeert hij. Ik kinesis me nog in met berenzalf, uh, dat ik echt in vuur en vlam sta. En dan begint de opwarming. Voilà. Dat, is, uh, dat is mijn routine en dat werkt voor mij, maar ik denk dat iedereen daar zijn eigen weg moet vinden. Ja, dat is niet jezelfde routine voor het trainen, nee? Nee, dat is niet mijnzelfde routine voor het trainen. Misschien <laughs> toch ik die berenzalf uh, probeer <laughs> ja. om te trainen. Misschien wel een keer proberen. Nu, om even terecht te keren. Ja, Miguel Van Damme, dat was een, een stevig moment, een zeer emotioneel moment. Welke impact heeft dat Laan bij je? Ja, toch wel uh, een grotere impact dan dat ik had gedacht. Omdat je wist, uh, allee, je wist dat het uh, er ging aankomen, uh, om het op die manier te zeggen. Maar uh, toch doet dat je zoveel, zoveel pijn. En um, ook gewoon het feit dat hij... Ja, dat was een op, op en toch prof. Um, die oh, deed er alles voor. Ja, voeding, top. Um, ik denk dat dat ook een voorbeeld voor, voor veel mag zijn, dat je, dat, je, dat, dat, echt, dat je alles eruit moet halen, maar dat je er ook naartoe moet leven. Ik denk dat Miguel iemand was die alles aan 100% deed. Dat mocht van een voetbalwedstrijdje tot een kaartspelletje zijn. Die ging altijd al in voor te winnen. En die zorgde ook ervoor dat hij topfit was om te winnen. Dan refereer ik terug naar zijn voeding. En ik denk dat ik daar ook wel bepaalde zaken heb uitgehaald. Van, allee, hoe belangrijk dat bepaalde zaken zijn, hoe belangrijk dat bijvoorbeeld voeding is, slaap, uh, recuperatie, die zaken. Um, dus goed, ja, ik denk uh, dat ik heel veel leer heb van Miki, dat ik hem heel dankbaar mag zijn. Absoluut. En je spreekt over alles aan 100%. Ik herinner me nog zeer goed één moment 100% intensiteit. Het was de allereerste training dat ik ooit met de a nog mocht in. En ik denk dat je dat vertelde. Dat was een training. Ik denk niet dat je meer die specifieke. Maar ik denk wel dat ik het verteld heb. Dus wat gebeurde er? Het was een. Ja, laten we zeggen, een 7 tegen 7. Hè. Geen 11 tegen 11 of zo. Het was iets kleiner. Ik denk dat het 7 tegen 7 was. En ik kom alleen voor de hol En ik probeer hem te stiften. Mm -hmm. Weet je nog? Ja. En hij pakte hem. En hij was. Fucking ja, ja, ja. kwaad. Dus ik dacht, ja, goed, uh, ja, ik ken hem gemist. Ik was er een beetje kapot van, ik ga niet leen. een beetje kapot ervan. <laughs> ja, ik kon zwaar. Goed speel, mijn eerste training. Maar je pakt hem mooi en ik dacht, ja, de training was al een minuut of tien gedaan. Hè. En ik kom naar de kleedkamer. En je bleef nog altijd in die 100% intensiteit ja. focus, nog altijd na de training. En die komen me aanspreken, was extreem kwaad. Ik zei, wow, shit, deze man is heel ja. intens. Dus uh, ja, wel, uh, wel een mooie herinnering aan eigenlijk wie dat is. Ja. altijd heel intens gefocust. Perfect beschreven. Op en top prof. Ja. ja, zeker weten. Nu, voetbal, belangrijk voor jou. Familie belangrijk voor jou, die steun je. Ik ga ervan uit tot op dag van vandaag nog altijd mee naar verplaatsing. Ja. Daar ga ik vanuit, ben er zelf niet iedere keer bij, maar um, je familie is daar wel nog altijd. Wat zijn nog andere zaken die voor jou belangrijk zijn? Hoe je bent als persoon? Je, kunt, je hebt eigenlijk bepaalde identiteiten: je voetballersidentiteit, maar je hebt ook je, je, hoe dat je bent als persoon. En. Uh, ik vind uh, solidariteit vind ik iets heel uh, belangrijk En ik draag dat ook wel hoog in mijn vaandel. Ik denk dat, we, ik denk dat de sterkere de, de zwakkere moeten helpen. De rijkere, de armere. En... Um, ja, dat is uh, een mooi gegeven. En ik denk dat dat ook... Uh, um, ja, iets moet zijn dat andere mensen ook uh, opbitten. Uh, proberen elkaar te helpen. Uh, elkaar vooruit uh, te krijgen. Um, proberen dat iemand beter doet. En uh, ik denk dat, dat dat hier ook wel uh, een aspect is van uh, Archer. Uh, dat jullie heel veel mensen willen helpen. Uh, en dat is ook een bepaalde vorm van uh, solidariteit. Hoe, hoe zie je dat in jouw leven op dit moment al terugkeren? Ik ben uh, Peter van een g-voetbalploeg, uh, uh, bijvoorbeeld. Ik, uh, ik ga vroeger, toen ik in uh, cirkel speelde, ging ik. Uh, had ik meer tijd om te gaan kijken. Nu woon ik in Antwerpen. Was ze was dichter ook. Ja, het was dichter. Ze, wonen, uh, ze spelen in Kortrijk. Maar uh, na het seizoen ben ik uh, een wedstrijd gaan volgen. Uh, Vroeger ging ik ook de training gaan volgen. Nu is dat wat moeilijker. Uh, dan kook ik bijvoorbeeld na het seizoen uh, vraag ik aan, aan spelers of aan, aan uh, trainers om hun kledij. En dan verzamel ik dat. En uh, dan stuur ik, dat in, uh, stuur ik een deel naar. Uh, Afrika bijvoorbeeld voor uh, de kinderen daar. Um, maar ook gewoon als ik uh, uit, uit uh, iets ga drinken met een vriend, dan, uh, dan betaal ik soms ook, omdat, uh, omdat dat een, een goede vriend is. Um, zo dus Je ziet zowel in de grote dingen terugkeren als in de kleine dingen. Ja. Je manier van kijken naar het leven. Toch? Ja, dat klopt, ja. Um, ik ga ervan uit als, als je heeft in het leven, dat je op een bepaalde manier terugkrijgen. En, um, ja, je weet nooit op welke manier dat, dat is. En soms sta je daar niet bij stil. Maar eh, dat is wel mijn, een van ja, een bepaalde mindset van mijn, allez, van mijn leven. Ja. Je sprak helemaal in het begin ook over de kokon. De kokon waarin dat je dan alleen bent. Maar je hebt ook een vriendin. Woont zij bij jou? Nee, ze woont momenteel nog in Kortrijk, waar ze ook werkt. Mm, soms is dat wel moeilijk. Maar we proberen dat wel uh, te doen werken. En dat is terug een, uh, een, een uitdaging um, voor haar, iets meer dan voor mij. Omdat ik al door mijn verleden, internaat, dan ook uh, jaar Tubeke, twee jaar Gent, um, waar ik eigenlijk al meer dan tien jaar uh, alleen woon of alleen verbleef. Zij is altijd in haar, uh, uh, in haar ouderlijk huis gebleven. Dus uh, voor haar is het nu misschien de eerste keer dat ze echt iemand moet missen. Maar ze had er ook wel goed mee om. En dat is weer een, nieuwe, een nieuwe iets nieuws dat ze aan het leren is. Ja. En heeft zij wel een duidelijke structuur? Want je vertelde ook hè, dat ze werkt. Is dat altijd een vast schema? Want de jou ja, is vrij turbulent. Dat deze podcast ook moesten we verplaatsen, omdat er last minute ook een training bij jullie veranderd was. Is dat bij haar wel vast? Bij haar is dat zo goed als vast. Daar komt er wel nu en dan een keer iets Tussen, maar heel zelden. Dus dat zorgt er wel voor dat, er, dat we een goede combinatie hebben. Um, bij mij is het heel flexibel, bij haar is het heel vast. Dus uh, dat zorgt er wel dat, wij, dat we elkaar toch wel uh, wat tegemoet kunnen komen. Komt zij altijd kijken naar je match? Zij komt altijd kijken. Zelf uh, in het buitenland uh, is ze erbij. Dus daar is haar steun ook wel echt belangrijk voor? Je. Ja, het is echt. Uh, ik ben er ook heel dankbaar voor. Ik zeg dat misschien wel te weinig. Uh, voor wat allemaal een podcast doet, op moment. Dat is dat ook uh, dat is een van mijn uh, puntjes op mijn uh, to-do-list. Meer <laughs> uh, gratitude uiten naar haar. Uh, dus uh, ja, nee, ik dus, uh, ben ik heel dankbaar voor. Maar uh, ik zou misschien best beter tegen haar zeggen. Nee, uh... Meteen naar deze podcast. Ja, ja, nou, hoe, hoe zie je het verder? Hè? Want nu woont zij daar. Mm -hmm. Jij woont nu hier. Wat, wat, wat is de toekomst? Ik hoop dat Union... Ja, om, want op, dit, op dit moment trainen wij in Lier. Daarom dat ik ook in, in Borsbeek soms logeer. Maar ik hoop dat we op termijn uh, naar Brussel gaan uh, verhuizen, een nieuw trainingscentrum. En dan zou ik iets uh, gaan zoeken tussen uh, Brussel en Kortrijk, Dat toch wel een betere verbinding is dan Antwerpen Kortrijk, omdat de, de Kennedy Tunnel daartussen ligt. Dus uh, dat is eigenlijk uh, de volgende stap. Maar natuurlijk weet ik nooit wat dat, wat dat voetbal brengt. Hetzelfde houdt: ben ik kort ja, in, in het buitenland of bleef ik nog lang in Bagen? Dus, uh, het is zo onvoorstelbaar. Dus uh, ja, het is eigenlijk wat dat er komt, zo moet moeilijk nemen. En, en dan moet je kijken wat er allemaal mogelijk is. leef van dag tot dag. leef van dag tot dag, inderdaad. Oké. Okay. Er was een bepaalde vraag die bij mij naar boven kwam. Dat ik ook graag had gesteld aan jou. Um, waarschijnlijk is dat een vraag die in nog geen enkele podcast naar boven is gekomen, want je hebt er al enkele gedaan. Um, na je carrière, wil je nog iets met het voetbal te maken hebben? Ik ga je ook vertellen waarom. Um, we hebben hier ook heel wat cliënten eh, die ook voetballers zijn. En er zijn er altijd heel gemengde reacties over. Ja, ik wil er nog iets mee te maken hebben. En toch een zeer groot deel is van: weet je wat, na het voetbal er ook wel echt klaar mee. Kijk jij daar naartoe? Eerst en vooral begreep beide kanten van, van die bepaalde mensen. Maar voor mij is het een te grote passie om het helemaal los te laten. Dat kan nog op termijn veranderen. Maar ik ben zodanig zot van voetbal. Dat heeft ook het grootste deel van mijn leven in beslag genomen. Dus ik denk niet dat ik er zomaar ga kunnen kan uitstappen. Ik kriebel te veel nog. En ja, ik wil graag ook misschien ja, uh, iets anders doen uh, dan nu, dan, dan spelen. Ja, dat, dat, dat gaat sowieso het, het, uh, het geval zijn. Maar ik bedoel, scout of, of trainer of assistent-trainer of sportief directeur, ik weet niet wat, dat is nog een ver van mijn bed show. Maar uh, ik zou wel graag... Uh, en voetbal beleven, dat is staat uh, dat vast. Dus na je carrière zou je graag in het voetbal blijven. Toch heb je ervoor gekozen eind vorig jaar om met Archer aan de slag te gaan. Uh, van waar die keuze? Van waar die keuze? Omdat het leven begint niet en het leven stopt ook niet bij voetbal. Er is een leven na voetbal. Um, en dat is misschien, of dat is zeker een van de stappen die ik uh, wil gaan uitbouwen op termijn. Uh, om... om ook een nieuwe bron van uh, inkomsten om, uh, Ik zie dat nu als investering. Ik heb verschillende investeringen lopen en uh, Archer is er één van. Um, en ik denk dat dat wel voor mij een, een, een mogelijkheid, ik ben er zeker, dat dat voor mij een mogelijkheid gaat zijn om, om terug uh, een, een nieuwe bron van uh, inkomsten te genereren. Maar ook om opnieuw nieuwe zaken te leren als persoon en, en opnieuw te groeien als persoon. Um, niet alleen op het vlak van uh, financiën, dan bijvoorbeeld, maar ook gewoon op het uh, vlak van het mentale nieuw, uh, opnieuw. Nieuwe dingen leren. Je leert nieuwe mensen kennen. Um, ja, je, leert, uh, je leert ook het mentale van een, een ander uh, deel. Um, je leert het mentaal van de sport. Nu leer je een beetje het mentale van, van uh, in het, uh, ja, het trainen. Um, sommige zaken zijn gelijklopend, sommige zaken zijn verschillend. Dus dat is wel leuk om die connecties te leggen en je leert op nieuwe situaties komen, die dat, dat nieuw zijn, waardoor dat je jezelf weer leert uh, een klein beetje ontdekken. Is volgens jou noodzakelijk voor profvoetballers om toch wel iets ernaast te doen? Jazeker, omdat het er ook voor zorgt, we hebben het er vooral uh, al over gehad. Dat de, ja, na de match of na een, een mindere prestatie, of zelfs na een goede prestatie, eh, om gewoon eh, op diezelfde flow te blijven, is soms goed om met andere zaken bezig te zijn. En eh, dat zou een van de zaken kunnen zijn dat je wel kan, eh, kan gaan bepalen of kan gaan doen, om daar toch wel voor, een, 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 ja, voor dezelfde flow te zorgen. Hoe combineer je eigenlijk die drie zaken met elkaar? Je hebt de wisselkoers, je hebt voetbal, je hebt familie. Ik bedoel... Er is wat gaande. Hoe werd dat voor jou? Um, ja, daar heb ik heel veel gesprekken over met mijn mentor, um, Martijn, die ik trouwens ook wil bedanken. Um, voor mij is dat nu, op dit moment, mijn routine dat ik nu heb in het voetbal, um, ben ik nog naar op zoek in, uh, in het trainen. Um, ook in, in familie. Um, dat gaat beter en beter. Uh, Soms ben ik uh, heel erg... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Soms ben ik drie, vier weken dat ik total in ben. En dan ben ik twee tot weken offline, door uh, bepaalde omstandigheden. Dus ik denk dat dat op dit moment, nu, voor mij het belangrijkste is. Om die uh, routine daarin te vinden. Omdat voetbal is al voor mij een... een ja ben ik al zo lang mee bezig, dat dat voor mij eigenlijk... Uh, mijn routine ligt er vast, ook al is dat heel flexibel. En mijn familie ligt eigenlijk ook uh, tamelijk vast qua routine. Dus uh, dat komt er nu bij. Dus dat is een nieuw, terug nieuwe uitdaging. Hm. Je vertelde ook in ons gesprek dat geluk voor jou belangrijk is, hoe je je voelt. Maar wat is geluk eigenlijk voor jou? Geluk is natuurlijk een, een breed begrip, maar ik denk dat je geluk kan linken aan bepaalde aspecten in het leven. Uh, ik denk dat je... Gelukkig kunt hebben, uh, gewoon om, 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 liefde, uh, om liefde te voelen, om, om vriendschappen te hebben. Uh, uh, gezondheid vind ik heel belangrijk. Uh, ik denk dat we moeten gelukkig zijn, dat we gezond zijn. Uh, ook dat je familie gezond is, dat de mensen rondom je gezond zijn. Maar ook uh, um, financieel um, draagt er toch wel een, een steentje mee bij. Um, het feit dat je als je financieel sterker staat, dat er meer zaken mogelijk zijn dat ook ten goede kan zijn voor je, voor je levensgeluk. En in jouw geval, financieel goed zijn, betekent ook teruggeven. Inderdaad, teruggeven. Uh, niet alleen maar nemen, maar uh, teruggeven. Ik denk dat dat een, een mooie gest is. Hm. Ik denk uh, zeker dat dat ook een mooie gest is. En zijn er nog bepaalde zaken maar zelf gaan bepalen welke context of over wat je nu wil gaan hebben. Maar zijn er bepaalde zaken waarvan dat je zegt, uit je levenservaring, Ik bedoel, je hebt wel een behoorlijk wat gepresteerd en gecreëerd in je leven, er zijn niet veel mensen die op zo'n jonge leeftijd al het leven leiden dat jij op dit moment leidt. Wat is er belangrijk voor jou en wat is hetgeen waarvan dat je zegt, als de kijkers en de luisteraars dit horen, potentieel triggert dat wel iets in hen, kunnen ze daar iets mee? Wat... Uh, Belangrijk is en dat andere mensen gaan triggeren, dan denk ik eh, discipline. Discipline is eigenlijk de weg naar vrijheid, volgens mij. Eh, ik kan zeker niet zeggen dat ik de, in alles de meest gedisciplineerde persoon ben, maar ik merk wel als je gedisciplineerd bent in heel je leven, dan eh, heb je echt eh, een gevoel van vrijheid. Eh, ik kan er een voorbeeld aan geven. Als je geen zin hebt om iets te doen, maar je doet het toch. De extase of het geluk dat je dan ervaart erna, gevoel je, je verzadigd? Dat is het gevoel dat je hebt als je over het algemeen of in totaal uh, ja, heel, heel gedisciplineerd bent. Ja, ik denk uh, dat actie altijd voor het gevoel moet komen. Hè? Er zijn, soms hoor ik dat wel een keer. Ja, ik voel niet dat ik dat nu moet gaan doen, of ik heb daar geen zin in, of de goesting zit er nu niet. Waar eindig je op? Op een gevoel dat is niet altijd lekker. Het voelt niet altijd lekker aan. Aan de andere kant, stel, doe gewoon wat er nodig is. No matter hoe je je ook voelt, doe het toch. Wat is vaak daar het gevolg van? Als je dan effectief gedaan is, dan voel je je fucking lekker. Ja. Dus, het klinkt heel simpel, maar je punt is, is heel duidelijk. Hè? Dus. Uh, hoe je ook voelt, van daaruit hij doet het, en dan trigger je dan meteen het gevoel wat hij dan benoemt als geluk. Dus, Charles, merci dat je er was. Dank je wel ervoor, en uh, tot de volgende.